Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. We praten vandaag met Marcel Melissen. Hij is wethouder, onder andere belast met cultuur in de gemeente Tiel. En straks hebben we ook nog te gast Dave Verbeek. Hij zit namens de PvdA in een groep die betrokken is bij het jaarthema van de gemeente Tiel van 2016. Marcel Melissen, van harte welkom. Onder andere belast met cultuur in de gemeente Tiel als wethouder zijnde. Binnenkort staat er op het schema om te praten over de gelden die beschikbaar zijn voor evenementen. Ja, dat klopt. Ja. Er moet een bezuiniging doorgevoerd worden. Hoe zit dat precies in elkaar? Nou, wat er eigenlijk aan de hand was, is dat het budget van de evenementen, daar werd er eigenlijk jaarlijks flink overschreden. Laten we zeggen 60.000, 70.000, 90.000. Want hoe groot is dat totale budget? 700.000. Dat is heel veel geld natuurlijk. Nou, dat is best veel geld. Als je kijkt naar het verdelen van het geld, is 700.000 euro gewoon veel geld. Zijn dat alleen gelden die gegeven worden? Of zitten daar ook bijvoorbeeld manuren van mensen bij de gemeente bij? Die zitten er ook in. Er zitten ambtelijke uren in en er zitten materiaalkosten in. Noem het maar op. Maar ook gewoon sponsoring en subsidies. Oké. Okay. Er zijn natuurlijk heel wat evenementen in Tiel, de grote drie. Dan praat je over Appelpop, Corso en de Profronde bijvoorbeeld. Ja. Gaan die dat merken? Ja, op het moment dat je met een plan komt om te gaan bezuinigen op de kosten, dan gaan ze dat natuurlijk merken. Dat is zeker zo. Uh-huh. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om even uit te leggen wat die aanleiding was. Dat was dus dat jaarlijkse overschot, te veel kosten. Het college had destijds voorgesteld, nou, laten we dan met elkaar dat budget gewoon verhogen. Want als je ieder jaar toch eroverheen zit, ja, dan kun je net zo goed verhogen. Want dat is dan logisch, dat heet correct begroten. Ja. De gemeenteraad had daar toch een ander beeld bij. En die heeft een motie ingediend en die heeft gezegd, college, kom met een plan waarin je gaat bezuinigen op de kosten van evenementen. Want ja, let wel, alle sectoren zijn al aan de beurt geweest. Dus nu wordt ook tijd dat we eens een keer naar de evenementen gaan kijken. Dus op zich, politiek, is dat heel goed te begrijpen. Dat was met name op voorspraak van de VVD? Nou, er waren meerdere partijen die die motie hebben ingediend. Ja, maar op voorspraak van de VVD? Nee, dat zeg ik niet. Er zijn meerdere partijen die hebben die motie ingediend. Ja, maar dat zeg ik toch? VVD was daar toch leading in destijds? Dan moet je aan de VVD vragen. Ik weet alleen dat ik een motie heb. Oké, okay, nou goed. Ja. Verder over die motie en daar de invulling van. Gaat het alleen om minder subsidie voor evenementen of zit het anders in elkaar? Nou, eigenlijk was de opdracht, ga gewoon alles langs. Bekijk het goed, kijk wat kan of wat niet kan. Nou, laten we er eens eentje bij de hand nemen. Het Fruitcorso. Fruitcorso krijgt volgens mij rond de 12.500 euro, klopt dat? Nou, ze krijgen wel iets meer, hoor. Ja, oké, maar dat zit dan ook weer verdeeld in manuren die de gemeente besteedt aan bijvoorbeeld het afzetten van het parcours en ga zo maar door. Ja, maar ze krijgen ook 20.000 euro van een soort regeling van de kermis. Dus dan zit je al boven de 30.000. Oké. Ja. Nou, leg eens uit. Ja. Maar ik denk dat hoe wij naar de zaak hebben gekeken is als volgt. Je hebt twee dingen waar je op kunt besparen. Je kunt zeggen of we gaan de subsidies en sponsoringen verlagen. Of we gaan echt kijken van kunnen we ergens uren weghalen of activiteiten die wij nu doen, die ze zelf zouden kunnen doen. En zijn er ook kosten die we kunnen doorberekenen? Zo moet je kijken. Dus dat plan hebben we ook zo gemaakt. En uiteindelijk hebben we ook dat gesprek gevoerd met de evenementorganisaties. Ja, die vonden eigenlijk dat bij het plan wat er toen lag, dat er te weinig was gesneden in de ambtelijke uren. Mm-hmm. Dus daar met die boodschap zijn we opnieuw gaan kijken. Dus vervolgens zijn we daar goed gaan graven, zeg maar. En dat betekent dat we inderdaad in staat zijn om die ambtelijke uren terug te brengen. Maar dat kan alleen maar als de evenementorganisaties zelf meer doen. Ja. Dat is inherent. En ook dat ze die capaciteit natuurlijk hebben. Want anders hebben ze een probleem. Maar is dat zeg maar voor die organisatie dan? Of kijken jullie daar wel naar? Ik denk dat het, je moet het andersom bekijken. Ik denk op het moment, we hebben heel bewust als college gekozen in het plan niet snijden in de subsidies en de sponsoring. Mm-hmm. Want daarmee tast je voor heel veel evenementen echt de basis aan van kunnen we het nog doen? Ja, dat geldt ook voor kleine evenementen. Zeker. Waar 1000 euro naartoe gaat en 1500 euro naartoe gaat. Dat klopt. Want dat blijft dus in stand. Dat blijft in stand. Omdat met name als je dat zou doen, dan raak je heel veel evenementen te diep in hun hart, zeg maar. Ja. Maar even terug weer naar zo'n fruitcorso. Hoe gaat dat er waarschijnlijk uitzien?
Als de gemeenteraad akkoord gaat met dat plan, dat betekent dus dat ze de fruitcorso een aantal dingen op een andere manier moet gaan organiseren. Ja, en dat betekent bijvoorbeeld de afzetting, wat nu door de gemeente gedaan wordt. Bijvoorbeeld hekken. Schoonmaken. Schoonmaken zouden ze dan zelf moeten gaan regelen. Hekken zullen ze zelf kunnen ophalen bij de Avery. Nou, die hekken, die worden dan wel gratis beschikbaar gesteld, maar je moet ze wel zelf ophalen en wegbrengen. En dat denk ik, dat is op de creativiteit denk dan van een organisatie. Je kunt natuurlijk ook sponsoring zoeken door iemand te vragen van wil jij voor mij die hekken halen en brengen. Tuurlijk. Dan gaat het niet over geld. Dat zijn die organisaties zelf natuurlijk. Ja, dat klopt. Hoe is, want je bent al een hele tijd in gesprek met al die organisaties. Hoe is dit ontvangen tot nu toe? Nou, er wordt verschillend op gereageerd. Er zijn organisaties die zeggen oké, dat snappen we. We weten dat ook in het Bloesemakkoord staat dat we meer aan de burgers gaan vragen. Dus ook logisch dat je meer aan organisaties gaat vragen. We zijn in ieder geval blij dat de subsidies en sponsoring in stand blijft. En we snappen dat we nu wat meer moeten gaan doen. Ja. En dat is niet leuk, maar ik snap het wel. Er zijn ook organisaties die zeggen, ja, er mag helemaal niks bezuinigd worden. Het is eigenlijk belachelijk dat jullie straks bij ons extra kosten in rekening gaan brengen. Want ons evenement is al zo duur of kost al zoveel. Het kost al zoveel onze energie om het voor elkaar te krijgen. Ja, dat snap ik ook. Ik snap dat. Ja. Alleen op het moment dat er een opdracht ligt om de kosten naar beneden te brengen, ja, moet ik iets verzinnen. Ja. En dan kan je het beste, denk ik, ervoor gaan dat je die ruimte aan de organisatie zelf geeft van ga die klussen zelf doen. Organiseer dat. Die bezuiniging, om hoeveel geld gaat dat? Want het is nu dus zeg maar een budget van rond de 7 ton per jaar. Ja. Waar gaan we naartoe? Nou, het plan wat er ligt. 70.000 euro, dat is 10% van het budget. Ja, als de gemeenteraad daar akkoord mee gaat, dan besparen we 70.000 euro. Ja, en dat is natuurlijk een goede zaak en ook nodig, hè? Tiel heeft de zaak op orde, ja. Maar het is wel bij de les blijven. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te beseffen dat we in de afgelopen jaren heel veel hebben moeten bezuinigen. Mm-hmm. Om door kortingen op het gemeentefonds. Nou, we hebben natuurlijk ook die zorg erbij gekregen. Dat kost ook geld. Ook die budgetten gaan naar beneden. Het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk om die begroting helemaal rond te krijgen. Maar het lukt iedere keer weer. En we hebben natuurlijk al heel wat moeilijke besluiten genomen die pijn doen. En deze is ook niet leuk. Nee. Maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit een bezuiniging meegemaakt waar iedereen echt super blij van werd. Dus ja, die pijn moeten we met elkaar nemen. En natuurlijk zullen sommige organisaties niet blij zijn. Het is niet anders. Als er nou evenementen niet meer door kunnen gaan dankzij deze bezuiniging, gaat de gemeente dan nog een handreiking doen? Nou, ik vraag me af welke evenementen dat dan zullen zijn. Dus dat moet ja, stel je voor dat er een evenementenorganisatie is die het niet voor elkaar krijgt omdat ze geen capaciteit van mensen hebben. Of dat ze het op de een of andere manier financieel dan toch niet voor elkaar krijgen. Hoe gaat de gemeente daar mee om? En in het bijzonder de wethouder? Nou ja, op het moment dat er evenementen zijn die belangrijk zijn voor de stad. Kijk, je hebt natuurlijk alle evenementen zijn belangrijk, maar je hebt nog verschillende gradaties. Neem de fruitcorso bijvoorbeeld. Ja. De fruitcorso. De fruitcorso gaat het moeilijk krijgen, hè? De fruitcorso heeft het moeilijk. En die krijgt het moeilijk. Maar uiteindelijk is het nog steeds een organisatie die zelf natuurlijk de dingen moet organiseren of niet. Ja, Willem-Jan Stegeman, de secretaris-directeur van regio Rivierenland, was een warme pleiter van het verhaal. Als 10 gemeentes zijn er bij elkaar, laten we allemaal eens 5.000 euro in die pot stoppen. Dan is het record zo gered. Nou ja, dat is een punt. Dat is echt wel een goed punt. Want laten we wel wezen, alle gemeentes die meedoen, die betalen er feitelijk niks voor. Nee. Het is Tiel die de kosten draagt. Nou, je praat echt over fors geld. Ja. Fors geld. En dat hebben we al jaren gedaan. En we hebben wel eens vaker aan de gemeentes gevraagd in het verleden van, nou, zou je wat? Nou, meestal willen ze niet. Maar op het moment dat we met z'n allen trots zijn, als regio, op een prachtig evenement, wat Fruitcorso heet, wat de hele regio op de kaart zet, is het toch niet te veel gevraagd als al die deelnemende gemeentes, die ook super blij zijn op de tribune als hun wagen wint. Tuurlijk. Een kleine bijdrage geven door die corso financieel er beter voor staat. Ja, ga jij je daar ook nog hard voor maken, concreet? Ja, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we als college doen. Dus dat betekent ook een rondje langs de velden? Ja, dat gaan we zeker doen. Ik denk dat we in staat moeten zijn om partijen te overtuigen dat het van de regio is. Ja, het sociale karakter erachter, hè? Precies. Er zijn honderden mensen mee actief in de regio. Als je nou hebt over een evenement waar heel veel vrijwilligers bezig zijn, is dat Fruitcorso. Ja.
Ja, waarschijnlijk de grootste van die regio als het gaat om... Als je naar het aantal vrijwilligers kijkt, ja. Denk ik wel, ja. Maak ja. je ze met 1500 denk ik niet goed. Nee. Anders bij elkaar. Nee. Nou, mooi. We hebben de raadsvergadering gehad. Daar is over verschillende zaken gesproken. Onder andere over het schildparkeren. Wat is de actuele stand van zaken? Wat houdt het precies eigenlijk in? Vertel. Nou, schildparkeren is een beleidskeuze geweest van de gemeenteraad om vergunningen uit te schrijven voor mensen die binnen de schil rondom de binnenstad woonden. En waarom was dat zo? Omdat betaald parkeren werd ingevoerd en dan zie je dus dat die auto's die niet willen betalen, die gaan dan in woonstraten staan en de mensen die er wonen kunnen hun auto niet parkeren. Ja. Dat is het probleem. Door de invoering van een schildparkeer, dus dat is een cirkel zeg maar rond de binnenstad, konden in straten vergunningen uitgegeven worden, waardoor je dat probleem kan oplossen. Nou, dat werkt eigenlijk prima, want het is ook wel duidelijk dat mensen die dat helemaal hebben, dat schildparkeer, dat ze daar tevreden over zijn, want ze kunnen hun auto gewoon kwijt. Ik hoor ook wel signalen dat men toch in de binnenstad, inwoners van de binnenstad, vervelend vinden om bijvoorbeeld dan de auto 3 of 4 straten verder te moeten zetten. Er is eigenlijk te weinig plek. Kijk, het probleem in de binnenstad zelf, SEC in de binnenstad zelf, is natuurlijk wat lastiger dan de straten eromheen. Dat is ook een beetje inherent als je in de binnenstad woont. Ja. Heeft dat ook te maken zeg maar, met de komst van die WLP, die Westluizen Support, of is dat structureel? Nou, ik denk ook dat de Westluizen Support de garage juist dat probleem gaat helpen. Precies. Ja. Ja. Dus ik zie Hoe staat het daar trouwens mee, met die WLP? Even een zijstapje. Goed, je ziet hem toch dat hij gebouwd wordt. Ja, klopt. Ja. Maar er zijn vragen gesteld tijdens de raad. Was een beetje wollig. Het was volgens mij mevrouw Roders namens OD16, hè, de afsplitsing van D66 van Galen en Roders zijn dat. En er werden vragen gesteld rondom, loopt het allemaal nog wel goed? Loopt er een schadeclaim en nog meer van die zaken? Het waren wel geruchten, werd daarbij verteld. Dat is natuurlijk lastig. Ja. Om daar als wethouder antwoord op te geven. Het is overigens niet jouw portefeuille, maar van de heer Verspuy. Nee, kijk, op het moment dat er een vraag wordt gesteld over een gerucht, en het gerucht wordt niet helemaal duidelijk uitgesproken wat een gerucht precies is, dan heb je geen concrete vraag. Ik bedoel, als je daar geen concrete vraag hebt, kun je ook geen antwoord geven. Dus terecht dat het college zegt van ja, sorry, dat kunnen we eigenlijk niet beantwoorden. Ja, er werd ook niet met man en paard weer niet benoemd. Nee. Ik denk dat het belangrijk is als je een antwoord wil hebben, moet je wel een concrete vraag stellen. Ja, oftewel wordt vervolgd. Of niet? Dat is niet aan mij. Nee, oké. Okay. Andere zaken die daar besproken waren, was bijvoorbeeld de visie van de binnenstad. Voor mensen, de inwoners van Tielen, interessant onderwerp van waar gaan we naartoe? Aan de hand van een aantal stellingen is er gedebatteerd. Was overigens een leuk debat. Liep vlot. Complimenten voor de burgemeester om dat in goede banen te leiden. Soms werd er gesproken over zaken die de raad niet aangaat. Maar goed, dat terzijde. Waar gaan we naartoe met die binnenstad? Ja, ik denk dat we... Kijk, deze discussie moet nog even uitgewerkt worden. Maar de essentie is denk ik wel dat de bedoeling is dat we de stad compact houden, het winkelgebied compact houden. En daar proberen een goede balans te gaan brengen tussen auto's en winkelen. En dat je een soort dwaalmilieu wil hebben waar mensen naartoe gaan om, laat me zeggen, zich te laten verrassen. En dat denk ik de toekomst gaat worden van de binnenstad. Ja, bijvoorbeeld direct rondom de promenade, dat daar in de straten die daar zijn, niet direct meer detailhandel wordt toegelaten, hè, om die stad compact te houden, om leegstand te voorkomen. Nou, ik denk als je kijkt naar de ontwikkelingen van het aantal winkels, de terugloop daarvan, het veranderend koopgedrag van de mensen. Ja, dan ontkom je er niet aan om echt scherpe keuzes te maken als je een binnenstad met winkels wil blijven houden. Ja. Op het moment dat een stad zou kiezen voor versnippering, ja, in mijn beleving kies je er dan voor je winkels op te geven. Ja. Als je dat wil houden, moet je maatregelen nemen en dan moet je kiezen voor compact. Tiel Fruitstad aan de Waal vond ik zelf een heel erg leuke om zeg maar dat fruitaspect van Tiel en de regio te laten terugkomen in die binnenstad. Ja, dat is Hoe gaat dat geëffectueerd worden?
Nou, dan kan ik het op dit moment heb ik daar geen antwoord op. Geen idee. Nee, want we zijn natuurlijk bezig met elkaar plannen te maken en richting te geven. Ik kan wel zeggen, we zetten papieren bomen neer, maar zo werkt het niet. Nee, maar bijvoorbeeld Gert-Jan van Inge, de centrummanager, heeft al aangegeven. Goh, het zou natuurlijk heel mooi zijn als er corso-elementen in die binnenstad continu te zien zijn. Dat zijn natuurlijk wel leuke dingen. Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is om vooral met elkaar eens te zijn als gemeenteraad. Maar ik kan niet spreken voor de gemeenteraad natuurlijk, want zij zijn... Nee, oké, maar natuurlijk is er een visie. Maar als de stad met elkaar eens is dat we een soort fruitstad willen uitstralen, een thema, dan kun je daar heel veel leuke dingen mee doen. Ja. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan inderdaad wel door misschien wel fruitbomen in de stad neer te zetten. Het kan door leuke peren of appels in allerlei vormen neer te zetten. Je kunt met dat thema zoveel kanten op. En dan kan je echt een stad maken die zich onderscheidt van andere steden door dat thema. Precies. Fruitstad aan de Waal, moet er in ieder geval wel fruit zijn. Daar moet er fruit zijn. Ja, zo simpel is het. Ja. Maar ik zie daar zeker wel kansen in. Want ik denk echt wel, als je dat leuk wegzet, dat mensen die dan komen, zeggen, god, wat is dit toch voor een leuke stad, zeg. Ja. Tot slot, burgemeester Gravataan, naar aanleiding van de vragen van de VVD, asielzoekers. Voorlopig is het een en ander stilgezet om te zoeken naar een plaats waar asielzoekers geplaatst kunnen worden. Hoe zie je dat zelf? Ja, kijk, op het moment dat er minder behoefte is en minder vraag naar opvang, waarom zou je het dan heen gaan vullen? Ik bedoel, ik denk dat Tiel moeite genoeg heeft gedaan om iets voor elkaar te krijgen. Dat is niet gelukt. En je ziet in het hele land zie je discussies van minder vraag naar ruimte. Er worden allerlei ACC's gesloten, de bezettingen gehalveerd. Ja, het lijkt me gewoon niet verstandig om iets te creëren waar op dit moment geen vraag naar is. Dus is het verstandig om het even te parkeren. Daarmee zeg je niet als college, we zouden het niet willen. Nee, maar waar de vraag niet is, je hoeft maar, niet in te Nee, precies. Dus, en als het nodig is, dan gaan we weer aan de slag. Dat is wat we zeggen. Ja. En dat lijkt mij volstrekt logisch. Ten slotte, Marcel, ben je nog iets kwijt als wethouder van de gemeente Tiel? Van dit gesprek? Nee, eigenlijk wil ik alleen maar zeggen, ik ben blij dat ik in Tiel woon. Ik ben trots op onze stad. Ja. En mensen genieten van deze stad. Nou, zijn we met elkaar. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Ja. De tweede gast in deze aflevering van het Koetshuis is Dave Verbeek. Hij is raadslid van de gemeente Tiel namens de PvdA. Dave, van harte welkom. Je bent onder andere betrokken bij het ja-thema van de gemeente Tiel. Ja. En dat is dit jaar de jongeren. Ja. Er is al van alles georganiseerd, maar ook via de regio-tv, zoals het tegenwoordig heet, vloggen. Ja. Je wilde een oproep doen. Nou ja, hetgene wat we nou aan het doen zijn is aan jongeren vragen die betrokken zijn bij verenigingen, vrijwilligerswerk of gewoon een leuke hobby hebben hier in Tiel. Om dat aan de rest van de gemeente te laten zien. Wat vinden zij nou zelf leuk om te doen? Wat is hun passie? Wat is hetgene waar zij heel veel plezier aan beleven? En wij vinden het leuk om van jongeren van 15 tot 25 jaar ongeveer al die vlogs te verzamelen. En op die manier een mooi overzicht te krijgen, ook hier op StadsTV, om aan anderen te laten zien wat een leuke stad Tiel ook is voor jongeren. Ja, en dat vloggen, dat doen ze zelf, hè? Gewoon met een fototoestel, met een telefoontoestel, waar ze zichzelf, net zoals met selfies, maar dan met film, hunzelf kunnen opnemen. Ja, precies. En mag er zo overal over gaan? Het moet iets zijn wat zij zelf leuk vinden om te doen. Iets wat in de gemeente Tiel plaatsvindt natuurlijk. Maar dat kan verder van alles zijn. Van voetbalverenigingen tot handbalverenigingen. Als je het leuk vindt om te skaten, laat gewoon zien welke skateplekjes je hebt. Dus wat dat betreft, ja. Neem het en het kan. Ja, precies. Hoe gaat het in zijn werk? Moeten mensen zich ergens aanmelden? Is er een prijs aan verbonden? Hoe werkt het? Ja, er zit een prijs aan vast. Om voor te zorgen dat we ook een beetje... Met een deskundige jury neem ik aan uiteindelijk. Uiteraard. Bepaald van, die heeft gewonnen. Ja, nou, we hebben een werkgroep jongeren vanuit de gemeente Tiel. Dat is hetgene wat jij net ook aan hebt gekaart. Er zitten verschillende mensen in. Ook vanuit de politiek. En die mensen die gaan kijken naar die filmpjes en zeggen, goh, dat is een leuk. Dan gaan we daar een paar prijsjes aan uitdelen inderdaad. En die prijsjes, dat is, we vragen mensen om in de blog of in de vlog wat te vertellen over wat ze leuk vinden om te doen, wat ze daarvoor nodig hebben.
En dan kunnen ze voor een bepaald bedrag, ik geloof tot €200, kunnen ze daar een bon voor krijgen. Nou, dat ze daar iets leuks voor kunnen krijgen. Dat is natuurlijk niet misselijk. Nee, dat is een leuke prijs. Zeker. Aanmelden kan via hoe? Dat kan via e-mail. Het kan ook via onze Facebook. Facebook is misschien het makkelijkste nog voor jongeren. Dan kun je gewoon zoeken op jaarthema. Ik heb vernomen dat alweer heel veel jongeren afscheid hebben genomen van Facebook. Meer te vinden op Instagram tegenwoordig. Ja, daar zetten we dan nog net niet tussen. Maar nee, je kan ons gewoon vinden via Facebook. Je kan ons vinden via Twitter. En je kan ons vinden via ons e-mailadres. Mensen kunnen het opzoeken. Even zoeken op jeugdthema gemeente Tiel 2016. Googlen kunnen ze allemaal. Precies. Komt het er vanzelf uit. Precies. Ja. Hartstikke goed. Hey, je bent relatief nog nieuw, hè, in die Tielse politiek als gemeenteraadslid. Maar je voelt je wel als vis in het water. Goed, het is leuk om te doen. En je hebt nou ook wat ervaring opgedaan, dus je begint er wat meer in te komen. En dat maakt het ook leuk, want je gaat meer dingen zien, je gaat meer dingen meekrijgen. En ja, op het moment dat je meer dingen ziet en meekrijgt, dan is het ook leuker om je invloed op een bepaalde manier te laten zien. Dus... Ja, je bent nog hartstikke jong. In die zin is dat mooi dat het vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad van Tiel. Jouw achtergrond is ook eigenlijk wel een beetje politiek gericht, hè? Wat doe je precies? Ik studeer nog bestuurskunde. Bestuurskunde gaat over eigenlijk over alles wat met de overheid te maken heeft. Dus in die zin heeft het een mooie achtergrond inderdaad. Ik was al een tijdje lid van de Partij van de Arbeid voordat ik gemeenteraadslid werd. Dus daar kreeg ik ook al het een en ander van mee. Dus ja, het past wel bij mijn achtergrond inderdaad. Ja. Zaken die de PvdA aangaan op dit moment, waar maken jullie je hart voor? Nou, of meerdere dingen. Hetgene wat wij eigenlijk al deze hele periode heel erg mee bezig zijn, is de schuldhulpverlening in Tiel. Dat gaat gewoon nog niet zoals het zou moeten gaan. Hoe komt dat? Ja, omdat wachtlijsten gewoon veel te lang zijn. Je ziet gewoon dat mensen soms maanden moeten wachten voordat een aanvraag überhaupt goed verwerkt is. En dan zijn ze ook nog eens een keer maanden met de gemeente aan het tiktakken voordat de brieven en dossiers gewoon goed in orde zijn. Terwijl mensen de hulp nu nodig hebben. Ja, nou ja, schuldhulpverlening is een laatste reddingsboei voor veel mensen. En dan kan je niet zeggen van blijf nog maar eventjes een paar maanden zwemmen tot het moment dat wij het allemaal in orde hebben. Ja, ken je schrijnende gevallen? Ja, ik ken een aantal schrijnende gevallen, ja. Mensen die weet je, dat is als je lang in schulden zit, dan krijg je bijna bij elke keer als de postbode langskomt, krijg je een beroerte. Omdat er dan weer allemaal brieven van incassobureaus en dergelijke tussen zitten. Ja, en je weet hoe dat gaat. Een schuld van €40, die kan oplopen tot €300 door allemaal incassokosten, deurwaarderskosten en weet ik veel wat er allemaal bij. Ja, gouden business voor die ondernemers. Ja, precies. Maar die mensen die komen steeds verder in de problemen te zitten. Ja. En hoe langer je daarmee wacht, hoe vervelender het voor die mensen wordt. En als Partij van de Arbeid zeggen we gewoon dat de gemeente Tiel veel meer in zou moeten zetten om die wachttijden te verkorten, om ervoor te zorgen dat die mensen veel sneller geholpen worden. Ja, de gemeente, elke gemeente in Nederland heeft het over... De burgerparticipatie, hè? Dus ja. Mensen moeten meer zelf gaan doen. In sommige gevallen is het eigenlijk van ja, dus zoek het maar uit maatschappij. Is dat hier een voorbeeld van? Maar dit schuldhulpverlening heeft natuurlijk niets met burgerparticipatie te maken. Nee, maar dat mensen meer zelf moeten doen en in zijn algemeenheid. Maar het is wel zo dat de gemeente dus die mensen in de steek laat. Daar komt het gewoon keihard op neer. Nou ja, goed, die mensen die voelen zich in de steek gelaten. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja. De hulp is nu nodig. Die hulp is nou nodig. Mensen voelen zich in de steek gelaten. Ik vind het te hard om te zeggen dat we er niks aan doen. Want we zijn wel heel hard bezig om ervoor te zorgen dat het allemaal goed weten te organiseren. Het is ook niet zo dat we die mensen in de steek laten in de zin van er is geen hulp. Want die hulp is er wel. Alleen het duurt gewoon veel te lang voordat ze het krijgen. En dat is hetgene waar ik me heel erg druk om maak. Als je nou de vinger op de pijnplek legt, waardoor komt het? Ik denk dat we met drie dingen te maken hebben. De instroom is, ondanks dat het in Nederland de laatste tijd wel iets beter schijnt te gaan, is de instroom blijft toenemen de laatste tijd. Het verschil tussen arm en rijk wordt groter. In ieder geval het aantal mensen die in de schuldhulpverlening komen, dat neemt nog steeds toe. Ja. Dus dat is hetgene wat daarmee te maken heeft. Dus dat zorgt ook voor een enorme druk op de gemeente. Je merkt ook dat er komt nou weer een wetswijziging aan. Dus de gemeente moet weer andere dingen gaan doen. Moet ook meer dingen gaan doen. Dus dat zorgt ook nog eens een keer voor een enorme belasting op de gemeente. En we zijn zelf bezig. Tenminste, de wethouder is zelf bezig om het een en ander ook anders in te laten richten. En dat kost ook gewoon tijd. En dat kost ook gewoon nieuwe inhuurverkrachten. Die moeten ook weer ingewerkt worden. Ja, maar als Dave van Beek zelf met de hamer mag slaan en het zelf mag oplossen. Hoe gaat hij dat dan doen? Ja, nee, goed. Ik ken de organisatie niet zo goed als het college dat kent. Maar we moeten er gewoon voor zorgen dat zo snel mogelijk in orde komt. En als het dan met tijdelijke maatregelen moet, of dat je tijdelijk extra mensen moet inhuren, of dat je ja, weet je, dat is
het belangrijkste is dat we in eerste instantie gewoon die wachtrij weten weg te werken. Dus dat betekent gewoon dat je mensen nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. En vervolgens, als je dat voor elkaar hebt, moet je ervoor zorgen dat je ook ervoor zorgt dat de preventie en dergelijke goed in orde is. Dat de instroom van mensen die überhaupt in die problemen komen minder wordt. Precies. En dat is gewoon hetgene waar we zoveel mogelijk op moeten inzetten. En dat zou gewoon een stuk sneller kunnen. Kijk, hetgene waar ik mij en de Partij van de Arbeid al over verbaasd hebben is in 2014 zijn we hier al mee bezig geweest. We gaan nu richting 2017 en het is nog steeds een probleem. En dat, ja, daar kan ik gewoon met mijn hoofd niet bij. Dat vind ik gewoon schandalig. Ja. Zijn er nog meer zaken waar jij met je hoofd niet bij kan als zijnde raadslid? Dat je denkt bij jezelf, ja, waar praten we in godsnaam over? Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je je zorgen over maakt. Kijk, als ik kijk naar wat er bijvoorbeeld gebeurd is in de huishoudelijke hulp en de WMO de afgelopen tijd. We hebben een aantal rechtszaken gevoerd. Mensen zijn in beroep gegaan. En dat is niet een probleem in de gemeente Tiel. Dat is een probleem wat je over heel Nederland ziet. Maar een mogelijk gevolg daarvan kan zijn dat mensen die al een keukentafelgesprek hebben gehad, dus een intake hebben gehad, waar mensen komen met, u krijgt zoveel uur, dat dat voor een gedeelte opnieuw moet. En dat is voor die mensen natuurlijk enorm vervelend. En ze zullen er over het algemeen, als ze een tweede keer een intake moeten krijgen, zullen er niet slechter op worden. Maar het is natuurlijk wel vervelend dat dat zo moet. En daar kan ik me wel druk om maken. Niet dat dat nou een probleem is alleen van de gemeente Tiel, maar ik vind het wel uiterst vervelend dat dat gebeurt. Ja. Ja. Oftewel, werk genoeg nog aan de winkel. Ja, het houdt nooit op wat dat betreft. Er zijn altijd nog wel dingen die aangepakt moeten worden, zeker. Hoe gaat dat met de Tielse PvdA? Want landelijk kun je nou niet zeggen dat het fantastisch loopt. Nee, ik heb het idee dat het goed gaat met ons. We hebben een leuke club mensen op dit moment in de raad zitten. Alleen leuk is niet voldoende natuurlijk. Ze moeten ook kundig zijn. Ja, maar met leuk bedoel ik een groep mensen die weet waar ze het over hebben. Die weten welke kansen op willen met de stad. Weten wat je ook in de raad voor elkaar kan krijgen. We hebben een actieve club ook erachter zitten. Dus veel mensen die ons ook in de commissievergaderingen helpen. Mensen die ons ook in bestuursvergaderingen en dergelijke helpen. Dus we hebben een hele gezonde afdeling in Tiel. En een afdeling die heel goed weet welke kant we op willen. En daar doen we ook alles aan om Tiel daar van te laten profiteren. En het een zo leuk mogelijke stad te laten zijn. Nou, dan gaan we je daar en natuurlijk de rest van die PvdA veel succes bij wensen. Mag ik je danken voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.